Spiraza die is op de markt gekomen. En we hebben gisteren het goede nieuws mogen ontvangen dat het goed vergoed wordt voor alle SMA-patiënten. Dus dat is echt super. Dat is fantastisch nieuws. Ik heb spierziekte SMA. En dat houdt in dat mijn zenuwcellen het seintje niet goed doorgeven aan mijn rugmerg. Met als gevolg het dunner worden of verlamming van de spieren. Dus het is een progressieve spierziekte. Het zorgt ervoor dat mijn spierziekte stabiel blijft. En in sommige gevallen kan het zelfs ook nog beter gaan, vooruit gaan. Ik kan een beetje kracht terugkrijgen in mijn armen. Zoals je net ook al zag, met mijn armfunctie is het best wel lastig om bijvoorbeeld te make-uppen. En misschien helpt Spiraza daar heel goed bij. Dit is een airstack. Dit doe ik twee keer per dag. Twee of drie keer per dag. En dat is eigenlijk om mijn spieren, mijn longspieren zeg maar, te trainen. En het helpt voornamelijk ook bij de verkoudheid. Het helpt om slijm op te hoesten, zeg maar, dus dat het sterker wordt. Ik doe grafische vormgeving, crossmedia. Ja, en op de laptop gaat tot nu toe nog alles goed. Maar in de toekomst weet je dat natuurlijk niet. En dankzij Spiraza zal het beter gaan. Er gaan nog wel een aantal maanden overheen. En hoe lang precies, dat weet niemand. Waarschijnlijk krijg ik dan ook contact via het ziekenhuis. En dan, dan horen we meer. Dus ik ben heel benieuwd. Het is afwachten nu, maar het is al goed nieuws. Dus daar ben ik al heel blij mee.